Meneer De Jager, de nieuwe wethouder namens het CDA. Aan de ene kant een beetje verrassend, want het leek er toch op dat u afscheid zou nemen. Nou ja, ik heb lang geleden gezegd, goh, dat sociaal domein als dat nog eens in beeld zou komen, dan heeft mijn hart, en daar ben ik ook de afgelopen jaren heel erg hard voor bezig geweest. Als dat nog eens vakant komt, dan is er met mij te praten. Ja, dat is eigenlijk gebeurd. Het is vakant gekomen. Moest u ervoor vechten? Nee, ik heb zelf niet de indruk. Wat ik heel mooi vind is dat dat was een verlangen van het afgelopen jaar wat opgekomen is. Dat we nu één portefeuillehouder hebben in de Alphen aan den Rijn voor het hele sociaal domein. Dat is natuurlijk nogal een dingetje, hè, waar we ook werk en inkomen. Het werkbedrijf nu in één portefeuille stoppen. Maar goed, we hebben in de Alphen aan den Rijn heel veel inzet gepleegd op integraliteit. Eén gezin, één plan, één regisseur. En eigenlijk trekken we nu die lijn door van ja, gezin, plan, maar ook bestuurlijk regisseur. Eén verantwoordelijkheid in de bestuurder in de Alphen aan den Rijn. Heeft u er zin in? Ik heb er hartstikke veel zin in. Morgen beginnen, overmorgen.